Als leerling in de MR zorg ik ervoor dat de stem van hier op school 2500 leerlingen wordt vertegenwoordigd richting het schoolbestuur. Voor leerlingen zijn het belangrijke onderwerpen die regelmatig terugkomen het examenreglement. Daar merkt natuurlijk iedere examenleerling direct iets van wat er in dat reglement is opgenomen. Wat andere belangrijke stukken zijn natuurlijk het leerlingenstatuut, waar de rechten en plichten van de leerling in staan. En ja, verder programma's van toetsing en afronding zijn natuurlijk ook belangrijke documenten. Die staan alleen niet ter instemming, maar goed, daar kan je natuurlijk wel als leerling wat over vinden. Dat zijn eigenlijk wel dingen die direct op invloed zijn van de gang van zaken op school en waar je als leerling ook direct wat van merkt. De stem van de leerling in de medezeggenschapsraad is gewoon echt super belangrijk. Onderschat dat niet. Het onderwijs kan niet goed functioneren zonder dat de leerling gehoord wordt. Dat doe ik door juist te luisteren naar die leerling. Te kijken van wat speelt er op dat moment binnen de school en waar kan nog buiten de agenda aan gewerkt worden. Ja, wat ik nieuwe leerlingen in de medezeggenschapsraad echt wil meegeven is durf te vragen. Zeg maar, de stukken zijn best wel veel en zijn vaak pittig. Toen ik in de MR kwam, toen begreep ik ook echt niet alle stukken, nu zelfs nog steeds niet. Maar je bent als scholier in de medezeggenschapsraad, ben je gewoon een volwaardig lid. Dus je bent gelijk aan de docenten, je bent gelijk aan de ouders in de medezeggenschapsraad. Durf de vragen te stellen tijdens de vergadering, maar ook vooraf. Kom je echt niet uit een stuk, mail een docent of ga even met een ouder zitten. Want op het moment dat je de stukken niet begrijpt, kan je ook niet erover meepraten, kan je ook niet op de juiste manier daarover stemmen. Dus het begrijpen van de stukken is super belangrijk. En echt kennis over alle stukken hebben, dat is onmogelijk. Maar door te vragen kan je wel een stuk verder komen.